Het is woensdag, 14 september. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond, heel hartelijk welkom rond de klok van 10:30. Zijn we er iedere werkdag en hij, Frits, mijn beste vriend, zit altijd naast mij en gaat uitleggen met wie vanavond, Frits. We gaan het hebben over writers on heels, oftewel schrijfsters op hoge hakken. Saskia Noord, Suzanne Smit en Siska Mulder, zij vertegenwoordigen deze groep. Saskia Noord, Suzanne Smit en Siska Mulder. Als ik, Suzanne, bij jou begin, je hebt een nieuw boek uit, Lena's Vlucht. Deze week, ja. Deze week. Gefeliciteerd. We hebben het, want we hebben jullie op allerlaatste moment gevraagd. Dat hebben we niet nog kunnen lezen, maar we zullen zeker de schade inhalen. Maar jullie zitten hier ook om uit te leggen, Writers on Heels. Ja. Daar ben jij een van de initiatiefnemers van. Wat is dat? Ja, dat schrijvers is op hakken. Ja, schrijvers op hakken. Nou, hakken is overdrachtelijk bedoeld, ook letterlijk misschien, maar betekent eigenlijk, ja, we hebben ze aan. Dat staat voor het frivolen, voor het plezier in het leven en in het schrijven. En het plezier moet ook van de pagina's afspatten, vinden we. Maar eigenlijk vonden we het nodig om die beweging in het leven te roepen, omdat we dachten van er zijn twee stromingen die worden erkend. Aan de ene kant de serieuze literatuur, die wordt ook besproken en die wordt heel serieus genomen. En aan de andere kant de, ja, wat je dan noemt, de chick lit, de luchtige, herkenbaar vooral vrouwen. Sex in the City-achtige. Ja, de Bridget Jones-achtige en klonen vooral. Dat is al een paar jaar gaande. Ja. En daartussenin lijkt niks te zitten, want de glossies storten zich op de chick lit en de kranten storten zich op de serieuze literatuur, terwijl daar natuurlijk heel veel tussenin zit. Dus wat is daartussen dan? Wat is het pad daartussen? Nou, boeken smakelijk geschreven, maar wel met een plot en toch ook met de nodige inzichten. Dus niet een literair werk waarin er eigenlijk heel weinig gebeurt en waarin alleen maar heel veel wordt gedacht en geobserveerd. Dus wel smakelijke verhaallijnen. Wat, zoals Saskia Noord geschreven, ja, De Eekhoorn Benauwd, wat ik van mijn vrouwen begreep heb, een heel spannend, fantastisch boek is. De vorm is in Nederland misschien vrij nieuw. Mm-hmm. In Engeland en Amerika kan je alles door elkaar lezen en kan je gek zijn van chick lit en van zware literatuur. En hier, ja, alles moet in een hokje. Maar het klinkt wel, sorry dat ik het zeg, iets minder waardigheidscomplexerig. Nou nee, we moeten inderdaad ook eventjes de vrolijke kant ervan benadrukken. De hakken. We willen ook met onze hoge hakken een beetje dat beeld van de tobberige schrijver verpletteren. Die vooral heel erg leidt aan het schrijven. Wij spreken, het gaat toch om het boek wat je ziet, toch niet hoe hij het geschreven heeft, hoe het tot stand is gekomen. Dat is ook eigenlijk mentaliteit, ja, precies. Voor mijn gevoel. Ja. Wat is de mentaliteit? Nou, dat het schrijven zo zwaar is en dat je moet lijden om goede literatuur te maken. En dat je drie zinnen per dag schrijft en dan dat allemaal 16 uur daar. Ga je ook met z'n drieën een project schrijven? Of ja, er zijn plannen. Ja, onze uitgevers zijn ook enorm geprikkeld. Er komt een bundel in ieder geval en we gaan daarvoor een aantal schrijvers benaderen. Overigens hebben zich al een paar schrijvers bij ons aangesloten. Annemarie Posma, Hiske Dibbets, Karin Griephart, Sabine van den Berg. Dus dat loopt leuk. En er komt een bundel en er zal vast wel een lanceringsfeestje komen. Zou je eens één thema kunnen zeggen uit die bundel wat jullie in je hoofd hebben? Dat is het wat wij nou precies willen. Nou, dat is het. De euro. Nee, geen gezeur over de euro. Alsjeblieft niet. Nee, maar dat is het leuke. Het is niet zo dat we dus één stijl hebben of één thematiek. Wat we absoluut niet willen is die vreselijke uitgekoude thematiek die je in al die chick lit boekjes ziet van de zoektocht naar de man en de preoccupatie met het uiterlijk en de strijd om de kilo's. Weet je wel, dat is dat. Wij willen die herkenbaarheid juist helemaal niet. Writers on Heels, dat wil al zeggen, je hoort al van het zijn vrouwen, het zijn jonge vrouwen. Ze staan met levenslust in het leven en ze tillen niet al te zwaar aan het schrijverschap. Maar ze willen wel inhoud brengen met hun boeken. En die combinatie die kan. En die, zo willen we dat ook laten zien. Ja. Schrijverschap is natuurlijk ook een heel leuk iets om te doen en een heel ook heel individualistisch. Daarom hebben we ook een beetje voor onszelf gedaan. Het is prettig om ook eens iemand te vinden met wie je daarover kan praten. Is het ook net zoals wij het prettig vinden om een duo te zijn, dat je gewoon wat feedback hebt? Ja, zeker. Het is net zo goed naar buiten toe, maar ook voor jezelf. Ja. Per definitie. En komt daar niet automatisch moord en doodslag van? Vrouwen onderling. Het zou wel een mooie plot ontwikkelen. Zuster, bij ons. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Nou, Siska en ik kennen elkaar Dansers. Als journalist en columnist. Ja. Tegelijk met een boek bezig. De haar moet nog uitkomen, die van mij is net uit. Dus we hebben heel veel aan elkaar gehad. Ja, we waren ook tegelijkertijd bezig. Dus we hebben alles wat we meemaakten in ons boek hebben we gedeeld. Dus als mijn personage een spannende seksscène achter de rug had, dan kon ik het lekker met Suzanne delen. En als ze door een diep dal ging, wat natuurlijk ook gaat gebeuren, want het kan niet alleen maar goed gaan, dan kon ik ook bij Suzanne. In november verschijnt jouw boek Zus. Ja. Is dat een voorbeeld van wat jullie bedoelen? Ja, zeker. Of ben je daar weer een heel andere type in? Nee, ik vind wel dat ik in mijn eigen beweging pas, ja. Ja, nee, ik heb in eerste plaats geprobeerd een boek te schrijven met een stevig plot. Ja. Waarbij vanaf de eerste bladzijde mee wordt gesleept. En desgewenst valt er ook nog wat te denken. Want ik vind die andere kant van die zogenaamde chick-lit boeken waar we nu wel genoeg van gezien hebben. Gaan u naar de pest in dat soort boeken? Of vond je dat eigenlijk vervelend? Ik ben er heel erg moe van. Ik vond Bridget Jones nog leuk, want het was authentiek. Het was je zag dat het gewoon vanuit het hart geschreven was. Maar daarna zag je zoveel schrijfsters die... Ook Nederlandse, vond je? Ja, ook wel, ja. Oh. Ja, dat is altijd een beetje leuk om ze te noemen. Ja. Maar ja, dus nou ja, we hebben op, bij Marie-Claire ook op de redactie waar we gewerkt hebben... toch wel heel veel van dat soort formuleboekjes voorbij zien komen. Maar voornamelijk vertaald. Het is het niet jammer, jullie werken alleen zijn columnisten bij het typisch... Jij bent dan bij Goedemorgen Nederland, ben je recensent, maar verder bij de typische glossy vrouwenbladen. Is het niet jammer dat je ook dan niet gewoon in... Ja, in de algemene bladen zouden. Is dat jullie streven? Ja, Saskia, ja. Ja, serieus wil ik niet zeggen. Nee, maar Marie-Claire is ook een serieus. Daar zit inderdaad een enorme scheidslijn tussen. Wij werken ook tenminste. Of word je daar niet geaccepteerd? Ik zit lang niet meer bij Marie-Claire, maar... Bij de serieuze bladen? Ja, nou, inmiddels wel, ja. Maar eigenlijk gedwongen door de verkoopcijfers. Ja, ik hoef niet... ik zou het leuk vinden in een krant, maar... Nee, inmiddels gaan mijn boeken... Het schrijven. Dat Writers on Heels projecten bedenken om het uit te dragen? Of wat toen is? We denken aan een prijs. We denken aan een prijs, ja. Ging wel een boekenbal of het eigen boekenbal? Het boekenbal wordt leuk. Ja. Door jullie of gaan jullie eigen alternatief Writers on Heels? Ik heb geen idee. Ja, Writers on Heels boekenbal. Ik zou een prijs gaan uitreiken. Jullie willen een prijs gaan uitreiken? Ja. Ja. Dan kunnen we ook weer aandacht besteden aan andere leuke schrijvers. Want ze mogen ook wel eens een beetje solidair zijn en elkaar... Vrouwen. Ja. Maar zijn jullie niet heel erg lief en gezellig? Is het allemaal niet een beetje, is niet een beetje tikkeltje vrijblijvend, jongens? Voor mij zit hem in de boeken. Oké. Altijd in de pen. Ja, moet je ook zeggen van leuk om te schrijven. Leuk, weet je wel. Maar, ja, leuk is een beetje een suf woord. Ja, maar een beetje een zo leuk. Maar ik zou niet anders kunnen. En het is dan wat? Dan schrijven. Dan moeten. Ja, ik bedoel, is er niet een soort van innerlijke noodzakelijkheid dat je doet? Van je kan juist. Ja, nee, maar absoluut. Dat is juist wat je moet niet te gezellig worden met elkaar, hoor, weet je. Die andere moet je vernietigen, weet je. Of niet juist, weet je. Polemiek. Nee, maar dat is juist met die formuleboekjes zo aan de hand. Daar vind ik geen noodzakelijkheid uitspreken. Maar wij vinden dat we niet hoeven te kiezen tussen inhoud en buitenkant. Ik bedoel, je mag best en iets te melden hebben en je nog een klein beetje presenteren. Zeker. In plaats van in zo'n beetje verkreukeld linnen Colbert. Goed. Ja. Wat ontdek je dan door te schrijven? Alles, het leven, weet je. Het is een manier zo, hoor. Ik zou maar eens gaan schrijven dat ik jou... Ik heb al een boek geschreven. Vergeet het even. Even waar jullie ongetwijfeld heel erg benieuwd naar zijn, is... Moet wij ook niet iets oprichten? Ja. Heel erg leuk. Ja. Writers ja. Without ja. Ja, ja, dat gewoon. Bold Writers. Nee. Dat is iets van... iets met bal? Nee, iets met talpa. Talpa? Writers on Talpa. Writers on Talpa. Writers...